En als je gaat bieden, hoe ga je dat aanpakken zo meteen? Niet krabben op mijn hoofd. Nee? Nee, dan doe je zo en dan... Ja, jij hebt gebied. Breda Nu. Twee keer per jaar organiseert het Stedelijk Museum Breda een open dag. Op deze dag kan iedereen die wil gratis genieten van alle tentoonstellingen. Zoals bijvoorbeeld op dit moment de tentoonstelling over de heks van Dongen. Ook worden er tijdens een open dag altijd speciale activiteiten georganiseerd. Zo kon je jezelf laten tekenen of kon je meedoen of meekijken bij een speciale kunstveiling met echte veilingmeesters. Nou, we zitten hier bij een kunstwerk en dat wil jij wel heel graag hebben, heb ik gehoord, of niet? Ja. En waarom vind je dit zo mooi? Omdat hier zitten allemaal hoofdjes. Ja. En hier zo denk ik dan dat er een deur zo opgemaakt die allemaal onder verf is gespuit. En dat je hier dan een klein beetje van de opening ziet. Want wat voor stukken zijn het precies vandaag? Ja, dat is interessant. Het zijn stukken die komen voort uit kunstkameraden. Dat is nu een stichting die zo'n 5 jaar al stukken tentoonstelt. En die stukken die worden gemaakt door een kunstenaar in samenwerking met een kind uit de jeugdzorg. Mm-hmm. Het is natuurlijk heel bijzonder, hè, want voor die kinderen uit de jeugdzorg, daar is het eigenlijk voor bedoeld. Die krijgen op die manier een soort uitlaatklep. Om meestal gedurende zo'n 10 weken, 10 middagen, worden ze door die kunstenaar opgehaald, ontvangen. En werken ze die middag samen aan een kunstwerk. Ik sta, jullie zijn allemaal zo vrolijk vandaag. Hoe komt het allemaal? Waarom zijn jullie allemaal zo vrolijk? We gaan allemaal over een beeld vertellen. Ja? En dat is best wel leuk om te doen. Vandaag in het museum. Nou, ik vind het wel interessant. Ja? Ja? Ja, ik kom uit Dongen, dus ik denk, ik ga toch eens even kijken. Mm-hmm. Ja, prima. Dus is er geen giftige appel bij? Want dat krijg je allemaal met heksen, hè? Weet je nooit, hè, met een heks. Nee, ik zie er dan misschien wel heel vriendelijk uit. Maar ja, je weet het niet. Nee. Je moet heksen nooit vertrouwen, heb ik gehoord. Nee, dat is zo. Maar ja, de heks van Dongen is toch wel, als je de tentoonstelling ziet ook, dan denk je van, nee, dat kan, daar kan geen gif in zitten. Dat is, nee. En als je gaat bieden, hoe ga je dat aanpakken zo meteen? Niet krabben op mijn hoofd. Nee? Nee, want dan doe je zo en dan... Ja, jij hebt gebied. Oh, dat moet je niet doen natuurlijk. Maar je moet wel laten zien dat jij hem wilt hebben. Dan moet je wel zo meteen... Ja, zo je hand opsteken, denk ik. En jullie kunnen daar veel over vertellen, over een kunstwerk? Ja, dat hebben we allemaal geleerd. En ja, dat is wel leuk. En dat lukt wel, of niet? Ja, dat lukt best wel goed. Ja, hoe vindt het hier vandaag in het Stedelijk Museum? Nou, ik ben er nog maar net. Maar het is echt wel leuk om een keer hier binnen te komen. Mm-hmm. En ik ben nogal vrij kritisch, dus ik vind niet alles mooi. Maar ik heb, dat ken ik niet. Nee. Maar ik heb echt een paar prachtige dingen gezien. Er staat een heel mooi beeld van Venus daar, met de verleiding van de duivel. Ik merk wel, ik vind vooral de beelden heel mooi. Van die stukken die ze aan de muur hangen, van die is uit steen gehouden en zo. Waar houdt u zelf van? Van wat voor soort kunst? Schilderijen of beelden? Beelden vind ik heel mooi. Maar die zijn hier niet, denk ik. Ja, misschien wel, dan moet je goed zoeken. Nou, dan wens ik u veel succes met de beelden. Ja, dankjewel. Eenmaal, allemaal, verkocht. Breda Nu.